Leuk die zijn bij een nieuwe video van FIFA 18 of FIFA 19, sorry. Ik ben net thuis, dus we gaan een kleine pack opening doen. Dit is op vrijdag opgenomen. Er is deze week weer iets leuks gebeurd. De nieuwe Champions League kaarten zijn erin gekomen. Helaas kun je hier niet zien. Maar goed, er zijn weer nieuwe Champions League en Europa League spelers. In packs van 9 dagen nog. Vanaf vrijdag. Dus als deze is de totaal van me af. Dit is opgenomen op vrijdag. Zag ik nog een keer. We gaan 11 packs. Dus 10 to-play packs. En een 45k pakket. Die 45k pakket doen we als laatst. We gaan gewoon to-go play pack doen. En het is geen walkout. De eerste. Het is wel een border. Dat scheelt. Een hoge border. Jorginho, oh, redelijk hoog. 84, mooi. Dat begint goed. Dat is mooi 84 voet voor de SPC. Want ik spaar voor een groot icon. Alleen ik heb hem al. Maar voor mij niet. Dacht ik al. Niet als een tradable. Ik wil graag een spaar voor een groot icon. Zoals een Gullit. Of een Ronaldo. Of Thierry Henry. Noem maar op. Dat zou mooi zijn. De volgende to gold rare place pack. Geen walkout. Ik verwacht geen walkout. Ik hoop dat een paar goede borders. Dit is geen borders stones. Nee. Poep. 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 En grey. Dan gaan we naar nummertje 3. Geen walkout. Weer geen border. Begovic. 81 volgens mij dit keer. Of 80. Of 79 zelf. Wow. Vorig jaar was het 82. De volgende. Border? Nee. Ismaili. Ismaili. Ik hoop op één walkout, maar daar ga ik niet voor uit. De laatste tijd heb ik toch bagger qua geluk. Zielinski. En Frikkie de Jong. Maar de laatste tijd is echt qua geluk, packluck heb ik het niet. Is echt heel raar. Dat is echt hier, want het is weer geen border. Podolski. Ik heb er nog 4 over. Dat betekent 1 uit 6 spelers. Of 1 uit 6 packs heb ik een border gekregen. De rest niet. Laten we hopen dat als dit een voorteken. Is dit een border? Nee. Ik hoop dan aan Lucas niet. Hulk is dit volgens mij. Jazeker. Eerst kan ik een pack heb. Ik hoop dat het Prime Gold Place pack dan een goede is. Dit zal een hele korte video zijn. Maar dat maakt niet uit. Dit is een wel een border. Hè? Spaans. Centimeter. Fabregas. Ideaal, want die is meestal duur. Omdat die Spaans is. En in een Premier League. En ik heb hem voor nog niet. Dat is 2 borders uit 8 pakketten. Dat is 1 uit 4. 2,84 allebei van Chelsea. Geen walkout en geen border. Sakko? Nee. Lenglet. Lenglet. Wel 82, dat is schuld, maar er zijn nog wat promo's. Maar oeh, 50 kaapketten. Maar goed, toe gold, laatste, een untradable pack, geen walkout, wel een border, dat is 3 uit 10. Pepe Reina, dus 3 uit 10 is redelijk, maar geen walkout. En Argunis, dus alle borders zijn untradable, maar wel die ik kan bewaren. En dan gaan we het laatste pakket van vandaag. Zo snel gaat het pakketje zo weer.
Is er nog nieuw SPC's? Dat sowieso. Of dit was vrijdag. Dus dit ken je lang niet meer, die coffee seats. 85 rated coffee seats. Sorry hoor, maar 2 team of the week en 84 rated. Of een goed kaartje, maar dat is voor, rond de 80, 90k zijn. Arias, oud PSV'er. Het is een goede rechtsback, goede stamina, goede snelheid, goede crossen of een voorzetten. Short pass en lang pass is goed. Balcontrole is redelijk, reactie is goed. Agility is prima. Is echt een goede verdediger. En Rodrigo, striker. Wat je hier moet doen is 85 rated, 2 team of the week of screen players. Wow, en 85 chemistry. En wat doet Arias? Hmm, 79 rating en 1 team of the week of voor champions spelers. Ik kan het wel doen als het betekent dat ik dit soort kaartjes in moet leveren. Maar niet hij natuurlijk. Want ik heb één echt bagger. Dus dat is die Boutel zeker, ja. Maar goed. Arias is het enige wat het waard, geld waard is. Voor mij. Of in de zin van. Dat het. Goedkoop is en een redelijk prijs is. Is het nu icons? Nee, denk ik niet. Nee, Rivaldo was het al donderdag. Dus we gaan nu naar de 45k pakket. En dan gaan we kijken wat we krijgen. 1, 2, up. Het zal geen walkout zijn, dus dat. Nee, zoals verwacht. Er zal meestal geen bot zijn. Nee, die 45k zijn zo slecht. Echt. Die moet je niet doen. Krijg 12 spelers, 6 rare. En 6 non-rare. Ik heb weer een 50k-pakketje openen. En deze zijn niet trade. Is het tradable? Jawel. Ik heb weer een 50k, maar dat is 12 spelers, 12 graag. Maar goed, dit was de video. Als je deze video leuk vindt, geef een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik altijd blijven lachen. Ciao, ciao.